In dit filmpje tonen we hoe we een strategie bouwen op de DAX Future. En de RSI heeft het instapsignaal. En dan hebben we de Moving Average, Exponential Moving Average op 20 perioden, die dus de trades filtert. Zo, ik start met het oproepen van de DAX Future. Ik klik op New Chart. In het symbolenvenster neem ik CQG, ik neem Eurex, waar de DAX noteert, de FDAX, ik neem het contract december en ik neem bijvoorbeeld Plein 10 minuten. De grafieken worden ingeroepen. Zo, ik vergroot even. En dan plaats ik via dit icoontje, ga ik naar 1 minuten grafiek. Zo, nu wordt de 1 minuut ingeladen. En ik selecteer bijvoorbeeld een 100 dagen historiek. En we maken hier wat plaats. Zo, op basis daarvan zullen we even een strategie testen. Ik klik nu op het toevoegen van een indicator op dit icoontje. Zo. En als eerste neem ik een Exponential Moving Average. Ik tik even EXP in en hier heb ik Exponential Moving Average. En ik neem die als filter. Maar ik vink eerst even Display as Subwindow aan om het scherm onderaan te plaatsen. Ik klik op Filter. Zo, en daar wordt die geplaatst. Hij staat momenteel op 30 periodes. Ik klik op 30 en ik maak er 20 van. Zo. En wat we hier zullen doen, dit is een moving average op 20 periodes, maar we hebben vastgesteld dat als je die op 30 periodes bekijkt, op 30 minuten, dat die iets beter werkt. Dus ik behoud de moving average 20 periodes, maar ik klik rechts en ik selecteer aggregatie en daar vul ik 30 in. Dus concreet wordt dat een moving average die berekend wordt op 30 minuten, terwijl ik trade op een half uur. Zo, dus hier is inderdaad de strategie toegevoegd. Ik klik hier even op mijn dialoogvenster waar ik verder kan werken en kan testen. We hebben dus de trend gefilterd. Zo, en wat ik nu zal doen is de indicator toevoegen. De indicator, de RSI die het signaal heeft. Hiervoor klik ik op toevoegen. En ik zoek de RSI, die staat hier ook rechts, kan ik daar iets nemen. En ik klik ditmaal als Sentimenter. Wat ik ook doe, is de Metasentimenter toevoegen. De Metasentimenter zal feitelijk alle impulsen, de informatie van de RSI en de informatie van de Moving Average 30 samenbrengen. En ik klik op Sentimenter, zo, en daar staat hij. Dus we zien hier de RSI op 1 minuut. En we zien hier een moving average op 30 minuten. Ik plaats de RSI wat hoger. Ik neem hem en plaats hem in dit scherm. Zo. Nu een RSI plaatsen we klassiek op 14 periodes. En we plaatsen hem hier bijkomend op 85 en 15. Zo. Laten we nu even kijken wat het resultaat zou zijn van deze manier van handelen. Maar eerst moeten we nog een koersdoel toevoegen. Het koersdoel dat we toevoegen is wederom via indicator toevoegen. We nemen dan stops. Zo. Dan neem ik profit target. Zo, om te simuleren en ik klik op stop. En we zien dat hier een profit target van 30 ticks wordt toegevoegd. Ik maak daar bijvoorbeeld 5 ticks van, dus 2,5 punt. Zo, en als we dan even in detail kijken naar de trades. Daarvoor kan ik op dit icoontje klikken. Dan zien we hier de trades staan. Dus hier was er een positieve trend, kleurde groen. Er was een koopsignaal op de RSI. Hier werd een positie gekocht en wat later verkocht. Even kijken nu. Hier was de trend negatief. Was er een verkoopsignaal op de RSI? En zien we hier dus dat er een positie diende ingenomen te worden.
Nu laten we even kijken wat dat zou opgebracht hebben op deze korte termijn en dan even verder werken aan de strategie. Ik klik daarvoor links op Training System Settings en ik selecteer Equity Chart en Display Backtest Controls. Ik maak wederom even wat plaats, zodat we onderaan de Equity Chart zien. Daarna klik ik nog even op dit hier, op dit onderste icoontje, dit middenste, om de volledige periode in te laden. En we zien dus hier de Equity Chart, de opbrengstcurve. Ik klik even op I van informatie en dan verschijnt rechts een scherm. Onderaan klik ik op evaluatie en kan ik inderdaad zien hoeveel positieve trades er zijn. Totale winst min 500, maar 94,57 positieve trades. Dus hier moet nog aan gewerkt worden. Nu, hoe kunnen we filteren? We zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen, wel, in plaats van 24 uur op 24 te handelen, wil ik mijn tradingtijd beperken. Dus ik klik op toevoegen en hier zal ik tijdsfilters invoegen. En ik neem twee bloks en ik neem één flat. En we zien deze links van het scherm verschijnen. Dus de eerste blok vink ik aan. Ik selecteer de tijdsfilter door op de drie puntjes te klikken. En ik zeg bijvoorbeeld, kijk, van middernacht tot 8 uur handelen we niet. En een tweede tijdsfilter wordt, we handelen niet van 17 uur tot middernacht. En we voegen een flat in, dus geen positie bijvoorbeeld na 18 uur. En we zien hier dus de evolutie van de winstcurve. Wat kunnen we nog aanpassen? Hier staat er nog geen stop in. We zouden kunnen zeggen, we plaatsen ook een stop. Ik klik hier op indicator toevoegen. Wederom een stop en hier kiezen we voor een fixed stop. Ik klik op stop. Zo. En we kunnen bijvoorbeeld een afstand, weliswaar ruim, van bijvoorbeeld 60 ticks ingeven. En we zien de impact op de winstcurve. Zo. Eerder te beschouwen als een noodstop. Zo, we hebben hier de strategie en daar kunnen we nog wat verder aan werken. We zien hier bijvoorbeeld de RSI 14.85.15. Het zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld de 16 een beter instapniveau is. We weten het niet, maar we zouden kunnen vragen aan het systeem: zoek even de beste waarde. Hiervoor vinken we. Klikken we even oversold aan en onderaan zien we hier bij parameter threshold kunnen we ingeven, kijk, die mag schommelen tussen bijvoorbeeld 5 en 20. Zo. Dus deze waarden zijn ingesteld en nu klikken we hier, we klikken nogmaals deze waarde aan en we klikken hier op optimalisatie. Maar eerst zullen we dus deze waarde, 14, klikken we even aan, zullen we op constant zetten. Dus die mag niet variëren. En deze waarde 85 mag voorlopig ook niet variëren, dus zullen we ook als constant zetten. Enkel deze waarde 16 mag variëren. En nu klikken we even op Optimize en vragen we even aan het systeem om een betere waarde te zoeken. En het systeem zal dan hier berekeningen maken en we zien dat nu bijvoorbeeld de 17 een iets betere waarde zou geven. Zo, ik zal hem even onderbreken. Zo. En dan inderdaad, de 17 heeft een iets betere waarde dan bijvoorbeeld de 16. Dus zouden we kunnen stellen, kijk, we nemen hier 17 als waarde. Nu kunnen we de 85 even bekijken. Dus de 17 zet ik nu op constant, mag niet veranderen. En de overbouwde 85 laten we bijvoorbeeld schommelen tussen 75 en 95. En ook nu zouden we kunnen zeggen, ik pas even een optimalisatie toe. Ik klik op start.
en laat het systeem even zoeken. En we zien hier wel een spectaculair verschil, althans over de periode, sedert augustus 2019. We zijn gestart met 4.280 en 8075 heeft blijkbaar een iets beter resultaat. Ik stop hem even. Zo. En we zien dus dat we eventueel het best kunnen werken met de waarden 7517. Zo. En dat geeft dan deze curve. Drawdown weliswaar van 2562. 94% winst heeft het eruit. En dan zouden we nu nog kunnen zeggen, kijk, onze winstdoel, onze profit target, kunnen we eventueel niet voor wat meer winst gaan. Zouden we kunnen stellen, kijk, die winst die mag variëren, die ticks, doe hetzelfde verhaal. We laten die variëren bijvoorbeeld tussen 4 en 8. Long als short, 4 en 8. Zo, en dan nemen we even de profit target en klikken we eveneens optimize aan. En dan zullen we nu even kijken als we ook hier nog de zaak wat kunnen verbeteren. Zo. En nu zijn we feitelijk de laatste 4 maanden aan het optimaliseren. Dus we zijn aan het kijken wat in de laatste 4 maanden de betere waarden waren. Dus opgelet, het is een optimalisatie op het verleden. Dat houdt geen sluitende garantie in naar de toekomst toe. Zo, we onderbreken even de backtest. We nemen close. We zijn gestart met 5 en 5 als koersdoel. Dus dat is een 2,5 punt. 5 en 7 gaf een iets beter resultaat. En we stellen vast dat 7 en 7, dus 3,5 punt op de DAX, nog een iets beter resultaat heeft. Zo. We sluiten even en dan zien we hier momenteel een geoptimaliseerde winstcurve, waarmee we dus als strijder een aantal conclusies kunnen trekken, dat we bijvoorbeeld door het toepassen van 7 ticks op een RSI van 1 minuut, dat dit de winstcurve zou geweest zijn in de laatste maanden. Wat ik ook meestal doe is even go long uitvinken, dan zit enkel maar de short strategie, die is opbouwend. En nu even het omgekeerde, de short uitvinken, dan zien we hier de long strategie. En hier zou je kunnen stellen, kijk, long is die toch iets beter dan de short. Ik zou mij bijvoorbeeld kunnen beperken tot enkel maar de long trades. Is een conclusie die je zou kunnen eruit trekken. Zo. Dus op die manier hebben we nu een strategie ontwikkeld, van A tot Z. En even gebacktest, hier in dit geval op een 1 minuut grafiek. En van een periode van 19 augustus tot eind november.